Ik heb straks een lang date. Hoe maak ik een goede indruk? Goedemiddag, kunstenaar. Hallo, ik heb een vraagje. Ik heb straks een blind date en ik wil graag weten hoe dat u denkt dat ik een goede indruk kan maken. Excuseer? Ik heb straks een blind date en ik wil graag weten hoe dat ik een goede indruk kan maken. U bent hier wel op de school verbonden nu. Ah, oké. En hebben jullie een modeafdeling of zo? Misschien kunt u mij toch een beetje helpen? Niet echt, nee. Nee, zou het een goed idee zijn om een micro te dragen? Wat is? Hebt u misschien een idee? Dat ik niet, allee, ik wil er goed uitzien en niet zo heel de avond als een standbeeld doorbrengen. Er is ook je daar niet echt aan mee kunnen helpen, hoor. Oei, maar ik ben zo wat bang dat die man mijn persoonlijkheid onder een vergrootglas gaat leggen en ik wil er gewoon zo goed mogelijk uitzien. Mevrouw, het spijt mij zeer, maar ik heb hier eigenlijk echt wel geen tijd voor. Oh, mevrouw, alsjeblieft. Eender welke hulp zou van pas komen? Dan zal ik u een van onze leerlingen doorgeven. Ah, dank u wel. Hallo? Ja, hallo. Ik heb een vraag. Ik heb een blind date vanavond en ik wil er zo goed mogelijk uitzien. Als kers op de taart misschien wat make-up en misschien hebt u advies voor mij? Ik wil er echt als een schone poppenmee. Ja, als een schone poppenmee. Heb jij tips voor mij? Alleen niet, ik wil niet een stuk vlees, hè? Wat zeg je? En, maar zo echt zo'n killer look, waardoor dat die kerel zijn sirene totaal gaat afgaan. Een rood kleedje, ik kan dat gaan halen. Ja. Een rood kleedje. Met lange handschoenen. Ja, toen de benen. En die hakken, voilà. Oké, en een rood kleedje hakken en moet ik mij zo misschien wel insmeren met hete olie. Ja, maar dat is dan ook advies dat ik kan geven, is goed? Dat is heel goed, bedankt. Dat is goed. Dag. Hallo. Een rood kleedje en hakken.